Een plugin die de Talokan, oftewel een topspin, kan namaken? Deze plugin, die kan dit! Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe Flatride plugin. Vandaag ben ik hier met de Flatride plugin Talokan, oftewel een topspin plugin. Dit is dus een plugin die je toelaat om de Talokan van Phantasialand te kunnen namaken of alle andere soorten van topspins. En deze video of deze plugin is aangevraagd geweest op mijn aanvragenwebsite. Hey, en zou je een plugin tutorial kunnen maken over deze vette topspin flatride? Dat zou ik heel tof vinden. En toen dacht ik, oké, weet je wat? Eindelijk heeft er iemand dit gemaakt. Plus, de developer is ook een fantastische persoon, dus ik hou van de developer. Dus heel veel bedankt voor jouw fijne reacties ook tussendoor, terwijl ik deze video aan het voorbereiden was. Maar, dit is dus een plugin die je toelaat om de Talokan of een topspin te maken. Maar als je niet weet wat een topspin is, geen paniek, ga naar mijn Phantasialand review en dit, jawel, dit is dus namelijk een topspin. En dit soort flatride type draait de schoon en de stoeltjes ook. In Minecraft draaien de stoeltjes nog niet, maar dat laat ik jullie straks wel zien. Maar dit is dus een topspin en dat, je kan er ook fonteinen laten aflaten als je een extra plugin mee installeert. Maar dat is wel de principe van deze plugin. Wat je dus doet om deze plugin af te halen is heel eenvoudig. Je gaat naar deze pagina met de link hieronder in de beschrijving en je klikt erop het download now knopje. Let goed op dit moment dat de video wordt gemaakt kan het alleen maar werken voor versie 1.14. 1.14.4 heb ik getest, maar daar heeft hij soms wat moeilijkheden mee. Dus met versie 1.14 werkt hij wel, maar ik heb van de developer gehoord dat er ook een pakket gaat komen voor vroegere versies en nieuwere versies. Dus je klikt erop download now. Je haalt deze plugin af en dan gaan we eens een keertje gaan beginnen. Oké, als eerste, wat je moet doen is heel eenvoudig een plaatje gaan uitzoeken waar dat je deze wilt zetten. En je moet goed gaan opletten, want de arm heeft een bepaalde hoogte. De arm is namelijk rond de 6 à 7 tal blokken hoog. Dus als je deze onderste blok neemt, dat is eigenlijk waar jouw mijnkarren komen. En als je dan een 5 tot 6 tal, of zeker een 6 tal blokken omhoog gaat, neem maar 6 rond 7 blokken, hier gaat het punt gaan komen waar de eerste, of de linkerarm is. En waarom zeg ik dat dat het punt is van de linkerarm? Daarmee moeten we gaan beginnen om deze hele plugin te gaan opstarten. Dus je zoekt een plaats uit waar de linkerarm terecht gaat komen. Dus je gaat dan op dat punt gaan staan. Bijvoorbeeld, ik ga op deze hoogte. Dit gaat veel te hoog gaan spawnen, dat weet ik, maar maakt niet uit. En hier wil ik dan dat de kar gaat spawnen. Dus hetgeen wat je moet doen is als volgende met dit commando. /talokan. Met /talokan dan vervolgens kunnen we install gaan doen. Install, inderdaad. En als we install gaan typen, dan ga je het zien krijgen. Started installing the Talokan OS. Installed the Talokan OS. Maar je ziet nog geen hol. Wat een leuke opmerking was dat. Je ziet er inderdaad nog niets van. En dat klopt, want we moeten de plugin, of ja, we moeten ook ons controlepaneel gaan openen om deze te gaan opstarten. Want standaard staat hij er niet. Dus hetgeen wat we moeten doen is als volgende, is naar /talokan. En dan daarna moeten we control typen. En als we control gaan typen, dan krijgen we eigenlijk onze operatormenu. En hier hebben we drie verschillende opties. Ik wil erbij zeggen, dit is een beginnende plugin. Deze plugin bestaat nog niet zo heel lang. Dus misschien komen er binnenkort meerdere dingen. We hebben hier als eerste, in het rechtse, hebben we power. En als we deze gaan aanzetten, dan zie je, tada, hier is onze Talokan. En je ziet het, ik ben hier gaan staan. En ook, ja, eigenlijk moet je tellen dat dit één blokje nog meer naar daar gaat, blijkbaar. Maar je ziet dus dat het rond de 6 à 7 blokken hoog is. En dat is namelijk de onderkant van jouw stoeltjes, of ja, van jouw mijnkarren, waar je fijn in kunt gaan zitten. Je ziet dus dat we nu de Talokan al hebben aangemaakt. Maar natuurlijk, voor deze tutorial heb ik er rondom niks gebouwd. Mijn excuses, kost een beetje te veel tijd. Maar, hoe kunnen we dit ding nu gaan bedienen? Nu, dat is heel makkelijk. We gaan naar ons controlepaneel en hier zien we links Lock Unlock. Daarmee kunnen we onze safety bars gaan openen en sluiten. Als we dit gaan activeren, dan gaan mensen er niet meer in kunnen, maar ook niet meer uit. Wide is locked, you can't enter this wide at this time. Dat betekent dus dat mensen er niet meer in kunnen. Maar als je dat open doet, kunnen ze er wel in. Nu komt het hele speciale. Hier staat dispatch. Als we hierop gaan klikken, gaat onze flatride gaan starten. Maar dit is de basisconfiguratie. Jawel, ik zeg basisconfiguratie, want je kan je eigen cyclus volledig maken. We gaan dus een keertje gaan opklikken en dan gaan we dus te zien krijgen dat deze volledig gaat starten. Hij gaat volledig naar boven, hij gaat een beetje naar onder gaan.
Hij gaat eerst een beetje gaan swingen en dan daarna gaat hij wat rondjes gaan doen, boven gaan stoppen. En dat doet hij voor in het totaal, moet ik eventjes spieken op mijn spiekbladje, dat gaat hij rond de, ja, goeie anderhalve minuut gaan doen. Dus standaard zit er rond de 1 minuut en 20 seconden, dacht ik, van cyclus al standaard in. Maar, zoals ik al daar straks zei, kan je dit ook volledig aanpassen. Dus dat is wel extreem handig. Maar zoals je dus ziet, gaat deze op de achtergrond verder. En nu vraag je je misschien af, Jens, hoe kan ik dit nu gaan aanpassen? Hoe kan ik zelf kiezen dat deze bochten moet doen, of bochten, dat deze cyclus moet doen, of een andere cyclus, of hoe doe ik dit? Dat leg ik jullie zo dadelijk uit. Oké, en hij is nu op zijn einde van de cyclus gekomen en dan zou hij normaal gezien nu moeten gaan stoppen. En dan, ja, hij is gestopt en hebben we ongeveer een minuut en 20 à 30 seconden rondgedraaid. Maar Jens, hoe passen wij dit nu aan? Dat is eigenlijk totaal niet moeilijk en daarvoor moeten we naar de pluginmap gaan. Dus als je terecht komt op je plugins folder, dus hier is onze plugins folder en we gaan naar Talokan, dan zien we als eerste een config filetje en rights. Ik ga heel vlug over de config. Bij de config, hetgeen wat daar staat is het volgende. Dat is namelijk de wereld waar dat hij gaat moeten in gaan werken. Ook als die debugmodus moet opstaan en de blok, jawel, de armen, kan je zelf aanpassen. Dus dat is wel heel handig in drukletters. Nu, als je de ride zelf wilt gaan aanpassen, dan moeten we eigenlijk eerst naar onze plugins map gaan en naar rides. Standaard staat hier ene maar in en je kan er ook maar ene per wereld maken. Of ja, je kan er maar eigenlijk ene maken, een hele wereld. Wat meestal ook maar ene moet zijn in zo'n attractie. Of ja, in zo'n pretpark. Dus we gaan hier rechtermuisknop openen met Notepad++. Dat is wel handig dat je Notepad++ oftewel kladblok hebt, want dat is veel makkelijker om dat te gaan bewerken. En nu gaan er vrij rare tekens komen en de developer heeft het aan mij gevraagd dat ik het goed uitleg, want er zijn heel veel vragen opgekomen. Ten eerste hebben we de naam, blijft er vanaf. Het ID, blijft er vanaf. Radius, blijft er ook vanaf. Ja, weet je wat, blijft gewoon van dit af. Dat is het beste eigenlijk. Dat is gewoon puur de locatie waar dat deze staat. En dit is het programma. Dit zal misschien op het begin een beetje Chinees voor jullie zijn, maar het is eigenlijk niet zo moeilijk. Hetgeen wat hier staat is als volgende. Dit is de tik wanneer er iets moet gaan gebeuren. Minecraft bestaat uit tiks. Dank u, Cameo. En namelijk 20 tiks, 2 keer 10, dat is namelijk 1 seconde. Dus hieronder zie je 1 tik. Dat betekent begin direct, wanneer dat je het commando uitvoert. Hier 40 tiks, dat betekent 2 seconden, 7 seconden. Dan hebben we 15,5, 22,5, 30, 60, 67,5. Oh nee, ik ben fout. De onderste is 82,5, dat is 67, 60, 40. Ja, enzovoort enzoverder. Je moet gewoon het getal delen door 20. En dan heb je het. Maar hetgeen wat hier langs staat is het volgende. Dat is eigenlijk, moet ik eventjes spieken, dat is namelijk de snelheid die per tik wordt toegevoegd. En dat wordt eigenlijk duidelijk met het nummer erlangs, dat is de maximum of minimale snelheid. Namelijk, hij moet gaan starten bij de eerste tik. Dus op 0, zoveel seconden moet hij starten direct als het commando is uitgevoerd. Hij moet per stapje, per tik, moet hij 0,1 eraan gaan toevoegen tot een snelheid van 1. Dat is namelijk de gewone draaisnelheid. Dus hij gaat blijven toevoegen tot 1 en dan stopt hij met toevoegen. En speed-up is naar deze richting. Dan hebben we speed-down. Ga naar de andere richting, pas bij 2 seconden met een snelheid van 0,05 naar 1. Dus dat betekent ietsje trager naar 1, naar snelheid van 1. Dan gaat hij terug speed-up doen. Na 140, dus na 7 seconden, dus dat hij aan deze kant staat, ga naar snelheid 2 met 0,05 ticks per seconde. 0,05 snelheid erbij per tik naar 2. En dan gaat hij in die kant gaan. Dat betekent dat hij lange rondjes kan maken. En dan ondertussen, nou zo verder, 15,5, gaat hij speed down, speed up. En dat is gewoon op en neer en stop is het einde. Oké, ik hoop dat het iets of wat duidelijk is. Is het nog niet duidelijk, ga ik het vlug eventjes kort laten zien. Wow, daar had ik veel op staan. Dus, als ik het commando ga uitvoeren. Hup, ik heb dispatch geklikt. Dan gaat hij dit speed up doen. Na 2 seconden, speed down. 7 seconden verder, speed up, terug naar de andere kant. Dan gaat hij versnellen tot 310 en dat is 15,5 seconden. Dus hij blijft draaien totdat hij 15,5 seconden heeft gehaald en dan terug naar de andere kant. Dan bij 450, dat is 22,5, dan gaat hij vertragen en dan gaat hij tot 0. Dus hij gaat blijven hangen. Dan bij 600 gaat hij terug naar deze kant. Gaat hij terug zo gaan, inderdaad. Dan bij 800 gaat hij 40 seconden, dus 10 seconden later, gaat hij in plaats van zo te draaien naar de andere kant.
kant draaien, enzovoort en zo verder. Hoe pas je dit nu aan? Dat vertel ik na de break, want ik moet wachten tot het klaar is. Oh. Wee! Oh, wat een bed. Yeah. Oh, fijn, zo'n staanbureau. Okidoki, hij is eindelijk klaar en nu kunnen we dingetjes gaan aanpassen. Ik ga bijvoorbeeld deze regels allemaal weghalen. We halen al deze regels weg. Ik laat de eerste staan. En oh, natuurlijk regen en de buren die binnenrijden. Oké, dat weer eventjes aan de kant. Hetgeen wat hij gaat doen is eerst gaan opstarten. En hij gaat, ik denk dat dat tegen de klok in is. Hangt er vanaf hoe je kijkt natuurlijk. Vanaf deze kant is dat tegen de klok in. Dus hij gaat eerst vertrekken met de eerste tik, dus direct als je het commando uitvoert, 0,1, dus 0,1 versnellen per tik tot 1 tik. Dus hij gaat eerst zo gaan. Na 2 seconden wil ik dat hij naar de andere kant gaat, dat is voor mij goed. En ik wil dat hij bijvoorbeeld na 6 seconden, dan doe je heel eenvoudig 6 x 20, dat had ik ook van buiten kunnen doen, maar ik wou het je nog wel even tonen. Wiskunde. Dan doen we dat op 120, dat zijn namelijk 6 seconden. We gaan eens eventjes zo doen. Ik wil dat hij per 1 stap naar een snelheid van 4 gaat en dat mag naar de andere richting. Dus we doen het in de andere richting naar speed down. Dus ik wil gewoon dat hij zo begint te draaien naar die kant. Dan wil ik dat hij na een 15,5 seconden, dat is eentje van daarstraks, 310 is dat. Ik wil dat hij extreem traag gaat, bijvoorbeeld 0,1. En dan moet hij naar bijvoorbeeld 2. En dan mag hij naar de andere richting doen, dat gaan we dan naar speed up doen. Speed up, als ik te goed kan typen. Ik weet niet of dit te goed gaat werken, want dat gaat in één keer van heel snel zo naar een heel andere richting. En we willen deze laten stoppen na bijvoorbeeld 30 seconden. Dus dat is 600 ticks. Naar 0, 0 en stop. Dus je kunt er 3 gebruiken. Speed up, deze richting. Speed down, andere richting. Stop, stop. En het maakt niet uit, je moet niet gaan uittellen. De plugin weet zelf wanneer hij moet stoppen. Heb je bijvoorbeeld opgegeven dat hij moet draaien en hij zou zogezegd maar tot hier komen, dan maakt hij een extra rondje tot hij stopt. Heel handig. Je staat het op met Ctrl-S of je klikt op opslaan. Eén nadeeltje, je moet de plugin, je moet de server helemaal stoppen en weer volledig opstarten. Oké, als we op de wereld terecht zijn gekomen, is hij terug weg. Dat klopt, hij verwijdert die vanzelf. Extreem handig. Sommige plugins doen het gewoon niet. We doen dan Talokan opnieuw. En dan doen we Talokan Control natuurlijk. We gaan deze terug eventjes gaan laten inladen. Hup, power aan. Bugels mogen dicht. En als we op Dispatch gaan duwen, zou hij eerst naar boven moeten gaan. Dan naar de andere kant. Dan zou hij terug... Nee, dan zou hij verder moeten doen in die kant, maar veel sneller. Dan terug naar die kant... Ja, naar die kant en dan stoppen. Dat zou hij normaal gezien moeten doen. Dus we gaan een keertje op dispatch klikken. Hij gaat inderdaad naar boven. Dan na 2 seconden moet hij naar de andere kant. Dan moet hij op 6 seconden veel sneller gaan. Dus ik denk dat nu... Ik denk dat ik aan de maximum snelheid ben gekomen. Oh, nee, daar zijn we. De server is aan het lekken daardoor. Ups. Dus hij kan, denk ik, maar niet zo heel snel gaan. Ah, nee. Ik denk dat ik weet waarom. Dat komt omdat ik naar de andere kant heb gezet... En dat is naar 2, maar dan met de speed-up. Ja. En dan gaat hij vertragen tot dat. Ah, het zal zo wel iets zijn, ja. En dan gaat hij normaal gezien nu met een hele trage snelheid naar 2 willen gaan met de speed-up. Dus dan wil hij naar die andere kant gaan. Je ziet het, hij gaat inderdaad wat trager tot snelheid 2. Ah nee, ik weet het. Hij gaat met 1 stap naar 4, waardoor dat hij heel snel naar 4 is gegaan. Domme ik. En uiteindelijk, eenmaal bij 600, dus eenmaal bij 30 seconden, zal deze gaan stoppen met draaien. En dan gaat hij van onder terecht gaan komen. En ja, zo kan je eigenlijk jouw volledige configuratie maken. Je kan het zelf gaan maken, hoe snel dat je wilt. Je kan die... Ik heb niet geprobeerd op welke snelheid dat je maximum kunt draaien. Maar weet je wat... Alle gekken op een stokje. Waarom zou het niet eens proberen gewoon? We wachten nog eventjes tot deze uitgedraaid is. Ik denk dat we wel op 30 seconden nog altijd niet. Eventjes Jens uit de toekomst. Ik was de video aan het bewerken en ik moest heel snel eigenlijk deze video afronden. En daarom dat ik een beetje later terug ben gekomen om jullie dit nog te laten zien. Zonder webcam wel. Maar ik wil jullie ook een keertje laten zien hoe het eruit ziet als je er van binnenin zit. Ik heb eventjes de standaard configuratie erin gezet. Want... gebruik de configuratie niet die ik heb laten zien. Ik heb ook gemerkt dat hij uren blijft ronddraaien. Ja,
mijn excuses. Dus gebruik die niet. Maak een custom, maak die niet die ik heb gebruikt. Ja, sorry. Sorry daarvoor. Maar ja. Dus, als je hierin bent, dan kunnen we natuurlijk onze beugels gaan sluiten. We kunnen er niet uit. Je ziet het dus, ik kan er niet uit. Jij? Trouwens, die nummer klopt nog altijd niet. Nee, moet 23 zijn. Maar ja, maakt niet uit. Maar, als we dan deze willen gaan laten starten, we doen op dispatch, dan zie je dus dat we wel degelijk in onze, of ja, in onze, ja, flatride zitten. Dus dat we lekker gezellig op en neer gaan. Het jammer is dat de stoeltjes niet kunnen draaien, maar dat zijn natuurlijk de limieten van Minecraft. En, oh, dit is echt wel leuk. Oh, dit is echt wel fijn gedaan. Dit is trouwens ook voor de eerste keer dat ik het zie, als ik erin zit. Je kan hier wel best wel gekke dingen mee doen. En als je dan fonteinen met een bepaalde fonteinplugin die ik hieronder zet. Er is een volledige video waar ik uitleg hoe dat je fonteinen zelf custom kunt maken. Met een fantastische plugin die extreem handig is. Die fonteinen ook naar boven en onder kunnen laten gaan en laten exploderen en blablabla. Maar je ziet het dus, zo ziet het er dus uit als je er volledig in zit. Wel chic gedaan. Ik zou alleen de snelheid een beetje aanpassen, wat sneller. Dat je een beetje misselijk wordt. Geen idee. Maar ja, dat is dus eigenlijk een voorbeeldje ervan hoe het uitziet als je erin zit. En je kan er niet uit totdat ja, het gedaan is. Want, dat is ook iets handig, moet je laten zien. Je kan het trouwens niet aanpassen, zolang dat deze ja, aan is. Je kan het dus niet aanpassen. Heel handig eigenlijk. Fantastisch gedaan. Maar ja, terug. Oh, server blijft hangen. Sorry. Maar dan komt nu de rest van de video en het gaat heel raar eindigen. Mijn excuses daarvoor. Ja, ik moest heel vlug weg doen. Ik ga het nog eventjes niet doen. We zijn op het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Gelieve dan zeker alvast dat duimpje omhoog te doen. Raak in één keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker alvast je dat bellicoontje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat de video's online komen. Maar mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Ik moet snel weg. Daarom nog even direct met afsluiten. Zo.